Naast het passagiersvervoer krijgt ook het dierenvervoer door de lucht een steeds grotere omvang. De KLM heeft voor het vervoer van paarden speciale boksen ontworpen, waarin plaats is voor 3 paarden en een oppasser. Welhaast wekelijks worden renpaarden, springpaarden en dravers vervoerd naar de belangrijke concoursen van de wereld. In het dierenhotel op Schiphol strekken ze even de benen alvorens verder te reizen. Niet alleen honden die mee mogen op vakantie, maar ook honderdduizenden tropische vogels reizen jaarlijks per vliegtuig. De KLM is de enige luchtvaartmaatschappij ter wereld die speciaal opgeleide dierenstewards in dienst heeft. Wie zijn huisdieren mee op reis wil nemen, doet er verstandig aan ze al een paar dagen tevoren kennis te laten maken met de kennel waarin ze vervoerd zullen worden. Bij aflevering op Schiphol krijgen de dieren eerst een tijdelijk onderkomen in het dierenhotel om vast wat aan de andere omgeving te wennen. Per jaar vervoert de KLM zo'n 8000 honden en katten, meestal op de intercontinentale trajecten. Reusachtig is het vervoer van eendagskuikens, waarvan er jaarlijks miljoenen op reis gaan. Grote aantallen daarvan naar de ontwikkelingslanden, die er een eigen pluimveestapel mee opbouwen. In 1924 vervoerde de KLM voor het eerst een fokstier van Rotterdam naar Parijs. Nu is het transport van vee een routinezaak geworden. Soms gaan er meer dan 400 kalveren in één toestel. Of, zoals hier, zo'n 80 stamboekkoeien. In ruim een halve eeuw heeft onze nationale luchtvaartmaatschappij zich ontwikkeld tot de belangrijkste dierentransporteur van de wereld.